Yep. Zetten we hier nog een grote batterij in. Yo, witte kop, hoe is het? Boven de kist, oké, we gaan kijken. Aha, perfect. Oh, oké, helemaal top joh, helemaal top. Goed bezig. Ja, je moet ook even wat zooi opmaken. Hè? Kijk, ik heb kuiven gefarmd. Je moet eventjes komen bouwen. En dan denk ik, ja, dan kom ik al even online. Hoppa. Juist. Ik weet niet van wie die is, maar... Is goed jongens Sander, is goed. Ik ga zo even lekker op. Ja, moet je maar even een andere neerleggen. Dit is allemaal... Het is gewoon even allemaal... Weet je, toch weer een extra deurtje waar ze allemaal doorheen moeten, weet je wel. Dat kost gewoon veel geld en dat is gewoon de bedoeling. Laat ze maar geld besteden om binnen te komen. Daar draait het om. Dat is mooi. Ik ga even die twee turrets boven op het dak zetten. Even kijken. Wie heeft een... Codelok. Jij hebt nog geen codelok. Ja, heel goed. Dat ga ik even voor je doen, maat. Of vandaar dat je niet meer online bent gekomen. Alsjeblieft.
Die deuren werken wel op mijn systeem. Hoe bedoel je op jouw systeem? Hoe bedoel je Diamond Trap op jouw systeem? Oh ja. Maar weet je wat het is met een base diamond trap? Het belangrijkste, ja ik snap wat je bedoelt op je zenuwen. Ja ik snap dat is ook logisch. Maar het belangrijkste is dat je uiteindelijk heel veel mensen... Oh ik weet al wat we gaan doen. We gaan dadelijk een hoop scrappen. Want dit kan allemaal gescrapt worden. Hier kan een deel van gescrapt worden. Dan gaan we daar gewoon even wat turrets halen. En dan... Dat is een mooie taak voor jou, als je niet neerstort. Diamond trap. Nee, ik snap dat wel, dat werkt op je systeem. Op je systeem. Dat snap ik absoluut. Even kijken, die hebben we. Dat is helemaal te begrijpen. Hè? Begripte daar, snapte daar. Gewoon moeite me landen, ja, maar dat is gewoon even wennen hoor. Je moet maar eens aan Piet vragen hoeveel ik neerstortte en hoe dan als je nog zit. Hoe vaak ik wel niet neerstortte. En nu af en toe nog steeds hoor. Met landen, dat ik hem te hard land of dat ik te hard naar beneden kom of... Maar het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk te zijn. Het kan ook allemaal veel makkelijker. Ik kan gewoon rustig landen, rustig bewegen en... Dat is gewoon helemaal zo. Nou, ben ik gewoon een keer klaar met deze. Oh, mooi. Niet vergeten dat ik zometeen ook explosives moet maken. We gaan gewoon heel eventjes vlug die zooi afmaken. Even. Hoppa, 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 hoppa. Nou, even naar boven. Oh, dat is niet naar boven. Oh, we gaan eerst even die code lock erop doen, want anders hè. Dan lopen ze nog zo naar binnen, hè? Dat moeten we niet hebben, hè. Het ding is, heb echt moeite met NL praten. Hoezo, wat praat jullie? Praat je ook Frans, Diamond Trap? Algemeen Nederlands. Wist je dat Belgen veel beter in Nederlandse taal waren als wij Hollanders? Oké, Belgium is een beest staat nog. Ook al heeft hij hem weggegeven. Die beest is gedecayed. Die staat nog steeds, die beest jongen daar. En straks gewoon eens een kijkje binnen gaan nemen ofzo.
Oh. Ik weet niet wie het was, maar dat was even een dikke headshot, gek. Heb je hem niet gezien zeker? Heb je hem zeker niet... Oeh, daar is hij. Was dat zo'n maat? Nee toch? Oh, hij had de 1 op 20 regel. Ik heb veel te veel zooi op zak, jongen. Ik ben aan het bouwen, jongen. Dan heb ik toch niks. Hij heeft een hessie aan. Die mogen ze gerust ophalen. En zijn maat is hier geland met zijn chopper. Ik ben even bezig aan het bouwen, jongen. Dan komen ze me weer lastigvallen. Ik weet ook niet wie ik gekild heb. Dus, ja, oké. Ik vraag me alleen af waarom ik deze dan niet op krijg. Ik ken al beeld in deze area, zie je dat? Oh. Oh, what's that? What's that? What's that? Die Wodon heeft er maar druk mee, jongen, met admin uithangen. Ja, zie je, dat dacht ik al. Zit hij dicht bij die andere zooi. Wie heeft het er druk? Hoezo, Sander? Hoezo, Piet? Wat op? Oh, zo druk. Wodan. Ik geloof dat die moet alles in de gaten houden met allemaal gasten die hier aan het spelen zijn. Ik kan wel een bag voor je maken, maar het duurt eventjes voordat je erin bent. Ik ben een bag aan het maken, Sander. Oh, oh, oh.
toch een bag neerleggen voor je. Oké. Ja, dan kan je die bag lekker zelf neerleggen. Wat dacht je daarvan? Oh, ik kan er niet in. De turrets zijn uit. De turrets zijn uit. Schiet eventjes die... Oh, je hebt geen dingen, Sander. Oh, jammer. Oh, je hebt helemaal geen bag. Oké. Rustig, Sander. Sander. Wat is dat nou telkens? Ik zie je gewoon niet staan, hè. Iedereen kan meekijken. Ik zie jou gewoon niet staan, Sander. Sander. Je moet jezelf even... ja, helemaal. Diamond. Je moet jezelf even tot leven wekken, anders kan ik die bag niet aan je... Ja. Nee, nog steeds niet. Wat is dat toch met jou? Nee. Nee, zet er niet in. Ik kan je niet geen bag geven. Zijn die... Nee, ik kan je geen bag geven, maat. Nu? Team of Six on a Max Trio server. Sander, ja. Wat was dat nou? Hoe kwam dat nou dan? Oh, maak hem even open. Diamond. Dan kom even in de... Oké. Ik zal eens even kijken. Volgens mij zitten ze er al, hoor. Kom eventjes in de Discord. Ik heb wel graag communicatie met jullie, jongens. Ik heb graag communicatie. Discord, jongens. Heel goed. Discord, ja? Ja? Oké. Oké, dan kan ik eventjes erin slepen. Diamond trip, u gaat naar beneden. Yo. Sorry. Yo. Ja, een beetje communicatie, hè, anders... Goed je best gedaan. Ja, je kan Sander even ophalen, maar de turrets staan nog uit. En eigenlijk ben ik niet heel blij dat die turrets uitstaan nu. Maar... Sander, die moet natuurlijk... Kijk, die is allemaal geüpgraded. Komt die te voet, Sander? Of? Ik weet het niet. Hij zit niet in de Discord-channel. Hij praat ook niet in het tientje. Oh. Je hoort het, hè? Sander, kom even op Discord. En anders praat even in het tientje waar je bent. Dan ga nu de turret weer aanzetten. Ja. Ah, ik haal morgen wel een kratje bier bij, schat. Na, overmorgen. Overmorgen. Oké, Sander heb ik ook. Hoppa. Welkom, Sander. Ah, ja, hij kan zichzelf ook dood laten gaan. Hij heeft nou een bek. Maar je kan sowieso wel een helikopter halen. Ja, dat is goed. Heel goed van je. Hele goede gedachtegang. Zo. Dank je. Ja, dat is goed. Dan gaan we er hier nog eentje maken. Waren die man van de dom dat je killed hebt dood of? Eentje is dood. Eentje is dood. Die andere is geland. Ik heb hem verder rest niet meer gezien. Ze hebben ook niet mij geattackt. Dus hij is aan deze kant van de dom eraf gesleden. Dus je kan wel even gaan kijken als je denkt van nou ja. Dat is niet handig, nee, dat ze gaan teamen. Komt als clan komt op de server. Dat is niet handig, jongens.
Dat is niet handig, jongens. Lekker lekker slaap, schatje. Ja, en 2 mei ga ik naar Richard van Esther. Wat zeg je? 2 mei. Wat is het, 2 mei? Oké. Heb jij 24? Oké. Ja. Dat is over 2 weken. Kan jij je tijd in de gaten? Ik hou de tijd in de gaten, Lizet. Dat komt goed, meisje. Ja. Slaap lekker, meisje. Dat is een goede vriendin, hè. Goeie vriendin, vrouw. Sorry, Oké, die moet ik die gaat. Oh. Yes? Nope. Wie was het? Sander, denk ik. Ja, zeg even dat je inspant, vriend. Nou, rust zacht, Sander. Tot zo. Niet handig, Sander. Ik lig in de doorway. Oh, je bent nog in leven. Oké, een stapje naar achter doen, ja? Als je... Wacht even. Kom maar, Sander. Ja, je bent veilig. Deze turret even pakken. Je hebt nog een turret om de base heen en eentje op de eerste verdieping. Dus loop even. Ja, die ja. En even om de, aan de achterkant van de base zit er ook nog eentje. En geef even aan als je die als je ze hebt. Ja, absoluut Piet. Serieus, dat is echt. Piet? Echt. Jongen, echt, dat is altijd zo. Continu. Heel vaak komt ze ook om 3 uur komt ze naar me toe, s'nachts zo, en dan komt ze naar me toe en zegt ze, kom je nog een keer bij mij liggen, ik mis je in bed. En dan denk ik bij mezelf, je slaapt toch? Wat maak je je druk om? Ja, zat er maar eentje, inderdaad, correct. Correct, jongens, correct. Correct. Heel goed, jongens. Ga eens bier halen, heeft ze net gedaan, ze heeft er net eentje bijgevuld. Ik ben echt een hele goede vrouw. Ik wil me echt niet klagen. Wat is er, Sander? Ja, oh ja, oh, wat ziet er sexy uit. Sander, we moeten, ik ga heel eventjes dit even afmaken. Diamond die gaat een helikopter halen, denk ik. Mag ik aannemen? Yes, sir. Heel goed, ik ben echt zo... Heb je ook al geoefend met vliegen? Heb je geoefend met vliegen, Sander? Ja, oh mooi, 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 mooi. Liefde, ik mis mijn bier naast mij. Ja, Sander. Ja, we doen Piet. Oh, sorry Sander, sorry. Kom maar. We hebben high quality nodig, jongens. Ben jij het? Yes. Klant hem wel buiten hoor, want naar binnenland kan het nog niet echt. Gewoon op het dak landen. Ja, maar de vorige keer ben ik neergestart. Op het dak, oké. Oh, fuck. Nou ja, is dat buiten. Zet jij hem op het dak? Ja, hij kan als hij daar buiten staat, is dat zo goed. Nou, is dat voor de poort. Ja, je moet toch leren landen? Leer nou maar gewoon, zet hem gewoon op het dak. Leer nou gewoon vliegen. Ja, maar ik heb nog een tweede helikopter, dus ik had met die proberen. Maar altijd blijven proberen, jongen. Echt, altijd gewoon oefenen. Kort bar. Neer. Okay. Kom, kom gaan, buiten, Sander. Ja, hij is dood. Oh, je hebt hem neer? Ja. Oh. Sorry, ik denk je was geattacked, ik denk jij bent neer. Nee. Oké. Ja, niet veel. Sander, jij kan explosives maken of niet? Sander? Jij kan explosives maken? Ja. Kijk eens hier in die kist.
Rechtsbovenin zit zat om explosives te maken. Maak explosives. Kunnen we daar rockets maken en dan gaan we straks naar de buren toe. Is die pump shotgun goed? Ja, leuk om even mee naar buiten toe te rennen, that's it. Ik ben sowieso slecht in shotguns. Sowieso slecht. Ik moet echt wel gewoon een AK hebben of een LR300. Anders heeft het van mij weinig nut. Oké, check, check. Ik moet even kijken hoe dat zat. Dan heb ik er hier eentje neergezet en hier eentje neergezet. Ja. Kijk, erg dat koordje neergelegd met voor het stroom. Heb je die ergens ingestopt? Ah, ik? Ja. Denk dat ergens bij de bouwding moet zijn. Denk dat die ergens boven ligt. Ik ben het niet zeker. Ik kom weer aan, maar hier. Kom jij eraan? Yes. Kan ik al op dak landen? Ja, voor landen. Er staat redelijk veel shit. Oh ja, Sander, we hebben lampen. Kijk eens, hier. Klik, 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 klik. Ga eens even kijken. Ja, ja. Nou, die staat voor de deur. Voor de deur, niet op het dak. Nee. Jongen, 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 echt gewoon een keer op het dak proberen te landen. Maar je staat binnen, nee? Maar ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Is al iets. Hij begint al ergens te lijken. Maar er staan allemaal van die kleine platformtjes. Ik weet niet of dat... Ja, ik ben toevallig daar aan het... Ja. Oké, okay, ik heb hazmat hier erbij. Oh, dat ziet er niet uit, maar oké. Okay. Dat gaan we alweer doen als het... Yo, Brox. What up, man? How you doing, man? It's handig, die, it's quite handy, man, what you did. En Slager. Rustig aan, jongen. Het is leuk dat je hier een ding neer hebt gezet, maar ik zit gewoon vast, ja? De wat? Oké, okay, ik ben er al uit. Oké, okay, Brax. Yo, 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 yo. Hoe is het, jongen, Brax? Hoe is het, jongen? Joris, rustig aan. Bedankt dat je er was, maat. Bedankt dat je er was. Hoe is het, jongen Brax? Oh, laten we het eerst maar eens upgraden, hè, voordat ze überhaupt mij die toren daar omlaag schieten.
Jumping skills zijn echt slecht vanavond. Tien keer, nee. Dit is gewoon vanilla, maat. Tien keer, ik zou niet op een tien keer willen spelen, joh. Ik ben de drie keer word ik al, ben ik het al naar een avondje zat. Nee. Ik zat van de week al op de twee keer en toen dacht ik van, ik heb dit alweer te snel gehad. Speel je zelf altijd 10 keer dan? Nee, 5 keer met een 7-man clan. Ja joh, 5 keer jongens. Vind ik ook al, eigenlijk vind ik dat ook alweer te veel, too much. Ja, ieder is een ding hoor. Ik bedoel, ik gun iedereen echt gewoon. Iedereen mag op zijn eigen ding spelen, maar ik vind 7 vind ik al too much. Oké, we gaan naar binnen. Zit het te zuchten, jongen? Niks. Hoeveel blauwers heb ik? Ik zit op de, denk ik, 1200 of zo. Kan je eventjes, ben je toevallig hier? Of yes. Ben je in huis? Mhm. Kan je eventjes een lampje bijschijnen voor me? Waar ben je? Bovenste verdiep? Eén op bovenste, shoot op floor. Ik kan niet. Ja, perfect. Top. Oh ja, zo. Op. Kan die alvast gaan laden. Dat is mooi, er komt hoeveel binnen? 45 nog maar dat komt wel goed. En dan heb ik je nog heel even nodig. Heel even. Ik ga even naar boven toe. Dan sluit ik die andere even aan. Oh. Ja, dat valt wel mee. 1300 valt op zich nog wel mee, maar het zijn geen AFK-houders, want ik ben sowieso geen AFK'er. Want ik moet het spel wel spelen, maar ik kan niet AFK staan. Dat vind ik. Nou, je hoeft hier nog niet bij te schijnen. Wacht maar even beneden. Ja. Oké, kan je even met je lampje schijnen? 8, 9K. What the fuck, Brax? Heb je geen lampje op je gun? Nope. Waarom heb je geen lampje op je gun? Wacht, misschien. Je kent het toch maken? Ja. Je kent toch gewoon een lampje maken, of niet? Heb je nog een research ofzo? Nope. Ga dat gewoon eens even eentje sowieso researchen, dat je dat kan maken. Mm-hmm. Je zit de 4000 scrap op jaarbasis bij elkaar, of op dagbasis bij elkaar. Dus, ja, kom maar naar beneden. Nee, ik geloof je absoluut, Brax. Ik geloof je absoluut. Ik geloof je echt wel, dat is het echt niet.
Even kijken, juist. Oké, okay, dan kan jij ook alvast opgeladen. Heel goed. Kijk, dan zijn die in ieder geval aan het laden. Waarom komt er geen stroom binnen van die windturbine? Oh, 72, oké, okay, nou lekker. Dat is raar, dan komt hier maar 8. Oh, oké. Nee, ik geloof je helemaal, Brax. Ik bedoel, dat is het helemaal niet. Sander. Hey, ik heb een goede taak voor jullie. Echt, het is een heel belangrijke taak. Je moet in leven blijven. Kijk, zie je die componenten die we hier bovenin liggen, die elektrische componenten, die hebben we allemaal niet nodig. Die moet je allemaal gewoon scrap en dingen verhalen. Dus je kan best gewoon heel veilig naar de outpost toe vliegen. Dan kan je niet gekild worden. Ja, en ik flikker wel even hier op de grond waar we echt gewoon dubbel en te veel hebben. Kijk, we hebben natuurlijk, ik pak het er wel even uit. Die kan ik ietsje voor. We hebben bovenop nog metal pipes. Ja, hoeveel stacks? 1,5 denk ik. Ja, 1,5. Oké. Hier, dit kan allemaal gerecycled worden. Moet ik ze meenemen? Die pipes? Meenemen. Nee, laat de pipes boven nog maar liggen. Je hebt hier nog 60 pipes in liggen, dan kunnen we er eigenlijk rockets van maken. Even kijken, die windturbines hoeven we ook niet meer te maken, dus die kun je ook al, dit kun je ook al scrappen. Even kijken, die kunnen we gear van maken, die kunnen we scrappen. Die hebben we daar ook nodig voor. We hebben enorm veel high quality nodig, jongens. Die kun je ook al scrappen. Nee, laat die nog maar liggen, misschien hebben we die nodig. Dat is de beste manier voor high quality farm. Ja, gewoon door al die zooi. Yo, Mr. John KFC. Nah, it's the KFC manager. Sander. De gast in mijn clan heeft 32.000 hours. Je kan hem opzoeken als je wilt. Als je toch wilt zien, hier is zijn naam. Weaver toe. Nee joh, ik wil ik dit mij interesseert het eigenlijk heel weinig hoeveel uren mensen hebben. Moet ik ook enkele fuses meenemen? Ja, fuses kan je ook al meenemen. Hier, deze kan je ook al meenemen. Ik laat er 3 over. Hier, deze kan je ook meenemen. Zorg dat je niet doodgaat hiermee, hè. Zo niet beter jij gaan. Ga jij vliegen? Ja, anders vlieg ik zo meteen wel even op en neer, samen met iemand. Ja, best. Sander, goed bezig. Sander heeft, we hebben 195, ja, ja, dus, ja. Ja, anders ga ik zo wel vliegen, dat is goed. Even kijken. Ja, kom maar eens even aan de kanten. Ja, we gaan aan de kanten. Ja. Weet je, anders, dan gaan we zo die turrets gelijk afmaken, ja. Moet ik meevliegen? We hebben 2 helikopters, hè. Heb je nog ruimte? Ja. We hebben 2 helikopters, hè. Oké, okay, anders geef dat allemaal maar aan Sander. Dan vliegt Sander met mij mee, dan carry ik Sander wel even mee en dan kan jij mee vliegen gewoon. Dus gewoon om te oefenen voor jezelf ook. Leg ik even die high quality, wat is dit? Leg de high quality even netjes terug. Wel weer al low grade met hem. Om een redelijk lage low grade. Oh, sorry jongens. Je hebt genoeg healing bij? Wacht hoor, pak even andere kleren. Oh, even op het... Waar ligt ergens eten? We hebben geen eten. Nope.
We hebben geen eten. Sluit je even de deur af, Sander? We kunnen wel eventjes korn halen bij de... oh ja, ik moet nog even de... Even kijken. Ja, we moeten heel eventjes wat dingen klaarmaken. Domme. Oké, dat is goed. I'm naked and afraid, man. Nou, ik ben van plan om straks eventjes, waar zijn ze? Niet daar op de berg. Huh? Daar staat een beest op de berg. Die willen we hebben. Of we hebben daar ook nog een beest. Op die berg daar. Shit. Maar die zullen wel gereed zijn. Doe ik in die deur om. Met de code vriend. We zijn niet zo pro als jullie, Rodan. We zijn niet zo pro als jullie, hè. Kom naar beneden. We moeten eerst eventjes high quality halen. We moeten eerst even... En ik ben een noob, Rodan. Ik ben een noob. We gaan wel gelijk eten halen. Welke shit heb je bij je? Goeie shit, Sander. Ik heb die shit bij me. Welke shit heb je bij je? Low-grade? Ja, meenemen. Oh, nee. Ik heb low-grade. Ben je al gaan vliegen? Ja, ik wil... Je hebt toch twee heli's, of niet? Yes. Waar staat die andere? Als dat eentje ben, pak die maar. Ga ik die in buiten nemen. Nou, wat gaan we nu? Jawel, ik ben nog steeds een noob. We gaan eerst naar de outpost. Volg. Je hebt hem wel heel lekker geparkeerd, vriend. Nou, dat gebeurde gisteren heel erg. Hun. Nee, dat was een hele goede PvP actie vinden, maar die gasten die zijn gewoon veel beter in PvP'en dan ik ben. En ja, dan krijg je dat, weet je. Als iemand gewoon, ik ben niet zo goed in PvP. Tenzij ik een fatsoenlijke gun heb, zoals een LA-300 of een assault rifle. Ik had gisteren die Ayano Ayashi had ik gisteren. Oh jongen, eergisteren was dat. Wat voor handschoentje heb je aan, Sander? Ah, shit. Die heeft alle zooi op zich. Die heeft alle zooi op zich dat we gingen recyclen. Heb je wapen, Sander? Sander had een wapen in zijn handen. Sander. Wat doe je, man?
Ja. Kai. Ja, eigenlijk is het eigenlijk best wel gewoon heel zielig. Ja, 30 minuten. Haal jij hem op van base? Dat kan niet. Hij kan pas op 47 op hier binnenkomen. Ja, je moet gewoon even wachten, Sander. 30 minuten moet je buiten de outpost blijven. Want als je nu weer hier komt, dan word je weer kapot geschoten. Het kost gewoon 30 minuten. En je had zeker niks bij om te recyclen, of wel? Hé, hey, hij leeft nog steeds, jongen, die gozer. Nee, Sander, jij mag niet binnenkomen nu. Sander, dat kost gewoon 30 minuten voordat jij hier terug mag komen. Ja, precies. Je hebt een time-out van de dingen. Dus we zijn al die stuff kwijt. Nee. Hij kan zijn body, niemand kan zijn body looten. Oh, wat is dit? Hobo City of zo? Je kan gewoon best gewoon in de outpost in slaap vallen. En hoe lang blijft de loot? Is goed, Mr. KFC manager. Ik ga je horen, man. Ga je horen. Rustig aan. Tof dat je naar even bent wezen komen kijken, man. Yo, McDonald's. Wat zeg je nou? Alright. Oh, kijk eens, Sander heeft gewoon een abonnementje gekregen. Oh, van Iron Piet. Dankjewel, jongen. Dankjewel dat je die aan Sandertje geeft. Empathie voor Sandertje. Ja, Sander is een... Sander is echt een... ja, dit is een geval apart, maar ja, weet je. Ja, nee, gewoon. Sander is... Nee, ja. Sander heb ik ook gewoon, weet je, die mag ook gewoon altijd gelijk bij me komen wonen. Die heeft het gewoon niet mee. Ja, Sander heeft, homeless Sander, ja. Sander die is gewoon, die heeft gewoon wat, jongen. Weet je, als Sander een LR is het gewoon gelijk van... Nee, hij is een... Ja, jongen, maak me niet zo druk, McDonald's. Misschien schieten ze me neer, joh. Die scrap heb ik toch wel zo, Die gast. Ja, hem. Hij houdt bons, jongen. Welcome. Ja. Oké, keep it civilized, jongens. Keep it civilized, jongens. Keep it civilized. Keep it civilized. Hij heeft een gameband, dat is nog erger als een vakband, Frank. Had jij je inventory ook helemaal vol? Ja, ik had ook redelijk wat stuff. Ik haal hier wel even alvast twee turrets bij. De rest kunnen we wel baken. Heb jij wat ding voor te recyclen? Nee, op zich niet. Ik had alles aan Sander gegeven. Ik dacht, dan ga ik vliegen. Sander die. we kunnen ook gewoon 1, 2, 3, 4 LR's halen.
Ja, inderdaad, McDonald's. Daar zijn we eigenlijk wel benieuwd naar. Dan kan ik in ieder geval daar ook alvast drie... Weet je, en de rest maak ik wel. Dan kan ik in ieder geval drie turrets in ieder geval neerzetten. Dan hebben we er 9 staan. Low-grade hebben we nog genoeg, hè? Ja. We hebben nog ongeveer 2000 low-grade. Niet meer zoveel. Nee, daar ben ik ook wel benieuwd naar, McDonald's. Hoeveel heb je... Ja, kijk eens even wat het kost. Het. €24. €24, nou, dat is nog best cheap ook nog. Dat is nog best cheap. €24 voor een gameband. Ja. Nou, het spel je €75 gekocht. Nee, moet je niet doen, Sander. Die, dat is denk ik wel zo'n slechte site, want hij was binnen 4 uur gepakt of zo. Dat is wel heel snel. Oh, chopper. Kan je even kijken voor mijn helikopter? Was dat niet bang? Dan kun je niet welke het beste, meeste held had. Ik heb niet gecrashed ofzo, dus... Deze heeft 400 held, ik ga eens even in de jouwe. The beds. How soft are your heads? Are you able to fly? Yeah, I guess so. Oh, okay, good. No, I thought you were in trouble. That's No. I'm just protecting my helicopter, man. I just don't want my helicopter to be stolen. Okay, that's a British guy. Oh ja, die heb je ook nog, ja. Dat is wel een hele slechte cheat voor €24, ja. Oh, we nemen die oude zo meteen mee. Oh, ja, uit. Wacht hoor. Dus niemand kan onze looten. Nee, niemand kan hem looten. Niemand kan hem looten. Nee. Ik ga eerst naar de outpost toe, hè. Ik heb 1000 scrap, 100 high qual. Hoeveel? 7 st- 1000, 120. Maar ja, Sander had ook nog zeker redelijk veel bij hem. Sander, ja, Sander had echt wel meer bij. Nee jongen, ik kan beter die, die €24 had je gewoon een tier 3 abonnement op mijn channel kunnen nemen, McDonald's. Had je beter kunnen doen. Kijken welke is ook weer guns. Ik weet niet of het die gasten waren. Wauw, kom. Daar kunnen we wel langs gaan, ja. Ik heb liever dat je even op de helikopter blijft zitten, maat. Dan ga ik eventjes twee guns kopen hier. Dan hebben we in ieder geval wat LR's in huis. Ik heb ook nog 1000 scrap, hè. Ja, gewoon LR's verkopen, joh. Ik heb 3 LR's gekocht. Koop maar gewoon LR's. Ja, pas hier op.
Het zijn de bovenste. Yes. Hé hey, jongens, jongens, dit is mijn spelletje jongens. Even, even... Even lief zijn voor elkaar. Hij heeft ervan geleerd. Hij heeft er echt al van geleerd. Right. Ik heb er ook twee. We hebben in ieder geval wat guns op voorraad, weet je. Yes. Hebben we nog scrap thuis of? Nee. Dat maakt niet uit, we hebben op zich niet geen scrap nodig. Nog genoeg low rates. Had je nog gekeken of die gast beneden bij de boom lag? Ja, maar ik heb niks te zien, dus... Ik vraag mij af of we überhaupt nog op het dak kunnen landen. Hoppa, die boer. Eens even kijken, dus 120 kunnen we in ieder geval vast... Ik weet de code niet meer. Kijk even in je privé. Anakariu! Sander, kijk. Steamat. Anaki. Ryu, Iu. Anaki Ryu. Yeah. Сука, 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 блядь, сука, сука, блядь, сука, 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 блядь. Kijken, dat is mooi. Kunnen we er nog baltjes in stoppen? Thanks voor de follow, Anaki, Ryu. Eeuw. Eeuw, man. Eeuw. Anakin. Anakin doet me denken aan Anakin Skywalker. Ryu is van... dit is wel leuk om... het is ook heel leuk om solo te spelen, hoor. Maar samen is er al... met twee, drie mannen is het altijd wel leuker. Street Fighter, ja, Ryo doet me een Street Fighter denken. Rek, tek, 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 roeken. Of iets. Hadouken. Hadouken. Gewoon, waar is hij? Ik heb hem. Waar is hij nou? Voor de Sander. Nee, Sander, ik weet niet wat Sander is. Die is denk ik, deze. Ja, jongen. I mean, nothing will ever be more compelling than that fish that played Street Fighter. Yeah. Yeah. Sander. Hadouken! Hadouken! Oh, oh. Ken je Ryo niet, jongen? Ryo, Ryo, Oké. Ah, dat is echt wel kicken, Piet. Dat is echt wel vet. Dat is echt vet. Ik moet heel eventjes... even... We gaan eventjes wat boltjes neerzetten. Hebben we überhaupt nog wel...
Wat? Ja. Oh ja, hebben we nog wel. Ga eens aan de kant, maat. Super vaak. Kocht deze game een jaar geleden. En op het moment dat ik het kon spelen, lag de hele tijd op het strand te slapen. Ik kon niet opstaan. Ik weet al hoe dat komt. Je had te weinig RAM-geheugen. Wat was je RAM-geheugen, Anakin? Een slechte server, dat kan natuurlijk ook. Oh, metal spring, sorry. Oh, ik kan er alvast 3 turrets op zetten. Dan maak ik 2 extra bolties. Nou, ik heb het ook gehad toen ik op de, ik denk ik ga het ook spelen op mijn oude PC en daar had ik maar 8 RAM geheugen op en dan kreeg ik hem gewoon niet opgestart. Je moet gewoon even doe eens dit MXDiag in jouw search dingen. Dan kun je precies zien wat je stats zijn van je PC. In je searchbar van je PC dan kun je precies zien hoeveel RAM geheugen je hebt. Oh, dit is jammer jongens, dit is jammer. Oh, hier kunnen we er ook nog eentje in zetten. Lekker, lekker. Als we zouden willen. Zo. Oh, ik moet nog 2 switches maken, sorry. Oh. Waar is Sander? Sander, waar ben je? Is hij online nog? Sander, waar ben je? Typ eens even in de chat. Sander, waar ben je? We kunnen bijna je body op gaan halen. Hoi Sander. Ja, hoi. Hallo Sander. Tof dat je er bent. Blijft server altijd of soms gecleaned? De servers waar ik op speel gaan 1 keer per maand gecleaned worden. En dan is de server helemaal leeg. En de BP's blijven op deze server. Dat is goed. Als je naar boven toe scrolt zie je ergens een linkje van de roestservers waar we op spelen. Dus dat noemen ze wipe, Anakin. Kan jij bullets maken? Ja. Oh, Sander is hier. Sander, kan jij 556 maken? 556, voor de turrets. Oh, ik heb de dingen nog niet erop staan. Mijn hotkey heb ik vergeten erop te zetten. Dan moet ik even erop zetten. Elke keer als een ander spel speel, dan heb ik de F nodig. En dan moet ik de hotkey van mijn overlay, om mijn overlay weg te halen. Die vergeet ik dan telkens. Terug te halen. Dus jij gaat naar F. Test, check.
Nou jongens, waar willen jullie de turrets hebben jongens? Ik ga even eten, be right back. Ja, je hebt in totaal 10 minuten nu, Sander. Dan gaan we je body ophalen. Of jullie de body ophalen. Als je liever een LR hebt, dan moet je het zeggen. Dan moet je hem pakken, Sander. En jij ook. Time trap. Ik heb dat hier wel. Als jij liever een LR hebt, moet je een LR pakken. Ja, dat is goed. Top. Die sewing kit, heb je dat nodig? Als jij gear gemaakt wil hebben en meerdere setjes wil, dan moet je die wel, dan moet je hem gebruiken. Dan moet je bewaren. Maar hebben we er nog veel? Volgens mij, ik zag 2 stacks. Kijk een keer in alle 2 kist naar geld. Ik heb verder rest niet verder gekeken. Kan ik dit in? Ja. Anders recycle ze maar, ik weet niet hoeveel klot je hebt. 104 nu, bij me. Ja, bij je. Ja, dat gaat er niet. Het gaat erover natuurlijk. Dank een stuk of 1500. Zoiets. Fuck. Zijn jullie dan in die mini? Ik niet, nee. Waar ben je? Bij gewoon even scrapperen, PlayStation. Oh, jongens. Waar is de hamer jongens? Waar is het van hier? Heb jij natuurlijk weer opgeruimd? Heb jij natuurlijk weer opgeruimd. Skit this Armanen! Doesn't it suck that Rust is dying now that Valorant is out? The final Rust killer. Oh, totally not, Sid Kiss Armanen. Totally not. It's not dying, man. It's a totally different game. And the people who are streaming it got paid. So they got like early keys to stream it. So, no, it's totally not dying. And check this out, the end of the year, the console is coming out. Eh? The console, it's coming out, and I guess it's gonna be crossplay as well. So I know for sure it's not gonna die. It's gonna be bigger than ever. Just a meme. Okay, man. Where you from? Welcome to the channel, man. Oh yeah. Yes. Where are you from? Sweden, man. Sweden. I got Swedish friends, man. Taximittek or something. Thank you very much or something. I got real good Swedish friends. And Danish friends as well. And friends from Finland. Great country, great hospitality as well in Sweden. Oh man, and I, what did I eat?
hear a chopper though. Kom op, mijn mini. Wat ben jij? Oké. Okay. Maar er is nou ergens de chopper aan het vliegen hoor. Sander zag iets in de chat. Uh, 47, I guess, of 37. Sander, heb je de 556 gemaakt? Did you make the 556? Kan je niet? Can you make some 556 for these turrets? Okay, guys, authorize these turrets. That's two. Go to the top floor, yeah, go to the top floor and jump in front of it. Chopper. What the fuck? That's a attack chopper. I put the wrong vault in it. So you're playing as well, Sitkis Armanen? Watch out for the attack heli, guys. Watch out for the attack heli. Go get some food. We can pick it up a second later. Let me just finish this off. Kan je een paar van die combat knives nog dat je gisteren geresearched hebt? Kan je come to this auto turret? Top floor? Cables everywhere, man. Yeah. Let me just check what's on this side. Welke turret? Follow me. follow me. How many 556 you have on you, Sander? Sander, can you make rockets? If you're doing nothing. Ga ik hier een paar van die combat knives maken? Wat is het in de research? Die kan ik niet maken, heb ik niet geresearched. Jawel toch, Westen? Nee, heb ik niet gedaan. I didn't do that. Check. I should have done that, but I was
too lazy to do that. Yeah, I know, Pete, I know. Sander. Sander, AK of LR300? Liggen LR's in de kist. Liggen 4 LR's in de kist. Geef me jouw AK. Oh. Fuck. Okay, never mind. I have an AK. Okay, perfect. Can somebody make 5.56, guys? Okay, diamond trap. Make 5.56. Dat kan ik niet. Kan je wel? Die heb je laatst ook gemaakt. Hire a chopper. What is the gunpowder? Lock yourself. Okay, oh never mind. It's the freaking authorize this turret. Yes, here, under here. The perfect spot. Perfect spot, thus. This ugly thing, man. Oh yeah. Sorry, man. Okay, guys, did you... Did you take the turret as well? Ozzy, what are you doing, man? Diamonds, trap, slacker. Mr. Slack. Have you no gunpowder? Zeg je? Je kunt het. Kon je het maken, of niet? Nee, maar ja, we hebben geen sulfur meer. Alles is op. Ja, dan hebben we geen bullets, dat is helemaal niet handig. Dat is niet handig. Jawel. We hebben toch genoeg bullets. Waar dan? Hier, verste kust.
Woven. Ja, het ging mij precies. Het ging, dat wist ik niet. Dus kijk, dan kan deze gevuld worden. Heb je deze... Wacht. Welke? Heb jij deze turret nog? Wacht, waar ben je? Je kan beter nu gelijk authorize, anders ben je straks gewoon dood. Waar ben je? Shooting floor. Kijk, hier. Kijk hieronder. Ja. 47, nog 4 minuten, dan gaan we zo vliegen, ja? Oké. Sander, kan ik je die code van de base doorsturen op Discord, alsjeblieft? Heb je die nog niet? Oh, ik ben die vergeten. Ik heb dat bladje weggesneden. Hier, ik heb het toch in je privé gezet, hier. Nee, dat blaadje. Het is goed, Sander heeft al gestuurd. Ah, ja. Thanks. Kom, we moeten nog rockets maken. Sander. Oh, jij moet je body ophalen natuurlijk. Ik weet dat Sander de rockets kan maken. Dat zijn... Wacht, heb je nog gunpowder? Dat zijn 19 die rockets maar, jongens. 19 rockets. Yo, daar hebben we gunpowder voor nodig, ja. Fuck. Ik heb nog 755. Weet je wat we zijn vergeten te halen trouwens, jongens? Dat is de body. Eten. Ik heb nog 755 gunpowder. Ja, oké, leg maar in de kist. Kom, want ik moet ook even eten halen bij de outpost. Sweet. Bij de outpost, bij de... Oké, ik pak die. Denk, kan jij Sander dan naartoe vliegen? Kom ik eraan. Jo. Wacht hoor. Ook even wat loopreed. We hebben echt dringend weer loopreed nodig. Helemaal gek van al die deuren, jongen. Laat ze gewoon openstaan en dan wel nee, ja, nee. Als je weggaat, gewoon dit afsluiten. Oké. Naar waar? De dom? Ik wil naar de dom. Oh. Kan ook niet zo goed vliegen, Sander. Hij moet hij toch leren, Sander. Laat hem maar gewoon oefenen. Oh. Hij moet gewoon oefenen, die gozer. Ga jij achter zilver of? Ik ga even eten halen bij de outpost. We hebben ook zilver nodig. Ga maar sowieso even die zooi scrappen. Ja, we hebben zilver nodig inderdaad. Maar... Moet nou anders een paar van die drillbonen komen met scrap dat die... Nee, we hebben drie jackhammers joh. Die kan je gewoon... Ja? Die kan je... Ik laat het je daar ook wel zien, maar volgens mij weet je dat niet. Nope. Ik laat het je zo zien. Oh, het staat hier gewoon een naked, jongen. Is hij naked? Hallo. Oh,
Hoe lang nog, Sander? Hoe lang moet je nog wachten? Uh-oh. Is je weer daar? Sander, ben je dood? Wacht hè, als je nu nog een keer beschoten wordt, ik weet niet zeker of je timer gereset wordt. Ik weet niet of dat die beschoten werd van de wezen of niet. Werd je beschoten, Sander? Shit, waar heb ik nou mijn helikopter gelaten, jongens? Okay, wat was dat dan? Ja, dan misschien werd je van buiten beschoten, dat kan ook nog. Waar heb ik mijn chopper neergezet? Ik zal niet wat dat die... Waarbij is Sander? Ja, dat, nee, wacht, 47, 48, je zou niet naar binnen mogen. Ga er even naakt naartoe voordat je weer neergeschoten wordt, vriend. Je wordt beschoten, Sander. Je wordt beschoten. Zo dom. Is je beschoten? Nee, bij een crash met die heli. Oh, van de berg. Oké, ga naar binnen dan. Waar van de berg? Kan je dat zien? Klein huisje staat er op berg. Waar word je vanuit het huisje beschoten? M13? Oké. Oké. Interessant. Zit een beetje mensen te beschieten die van de... Dat de outpost komen, oké. Als Sander is ook dood. Die stuff is waarschijnlijk weg, Sander. Denk ik. Pak Hazzy. Ben jij dat? Nee. Jawel toch. Ik denk dat je ook de weg al die spawn dus hoor. Ik heb even eten gehaald, jongens. Ik heb even een hele hoop eten. Dat vond ik even belangrijk. Kan jij maar staan in de auto staan? Moet ik naar jullie toe komen of wat? Wij zitten in de base, we zijn altijd dood. Jullie zijn altijd dood? Ik ben gecrashed met die heli. Oké, weet je ook waar? Ja, bij de outpost. Dus mijn gear is normaal zeer safe. Maar ik weet niet of dat Sander's loot er nog gaat zijn. Jawel, Sander's loot blijft liggen. Die blijft gewoon heel lang liggen, dat is geen issue. Hier heb je eten. Nee, mee, man. Hier, ik heb heel veel eten. Ik ga ik allemaal in de dingen leggen. Fuck it. Wat is er? Weet je wat waar je body ligt? Van mij of van Sander? Van jou? Ja, maar ik ga nog achter de nieuwe heli zoeken anders. Dan komen we met twee. Want ik denk dat die man nog altijd hangt. Ben je gecrashed omdat die vent je zat te beschieten? Nee, maar ja, ik ging gewoon richting outpost en ben gewoon gecrashed. Sander naar het dak toe. Zoek even een nieuwe heli.
Sander, ben je van de helikopter afgeschoten? Of wat is er gebeurd? Nee, dat was te voet. Te voet, oké. Okay. Ik weet niet, ik moest landen. Ik ging te voet of zo naar de outpost. Ik wist ook niet. Wat of hoe. En ik ging dan achter met die jullie om te kijken wat dat er gebeurt. Geen wapen vasthouden, Sander. Hey, zag je dat lampje? Ben ik goed. Oh. Ik wou tegen Sander zeggen, schieten, schieten. Best druk op server, jongens. Mhm. Zie je overal lampjes in de bossen? Sander, geen wapen in je handen. Let op voor die man op berg. Normaal gezien noorden van de Oostpost. Er staat een klein beestje op een berg. Ah, maakt niet uit. Je kunt daar ook van een afstandje pakken. Is het andere gun? Ja. Hier, Sander. Hier. We gaan weer in de heli vinden. Als je weet waar je dingen is, dan gaan we daar even je ding ophalen. Ja, is goed. Is dat die gast die daar ginds op de berg zat? Normaal zien dat je... Ja. Sander, wat was dat? Oké. Okay. Sander, kom. Recycle die zooi. Probeer de recycler te openen. Probeer de recycler te openen. Heet dat erop klikken. Ja, erop klikken. Erop klikken. Ja, erop klikken. Erop klikken. Erop klikken. Heb je het? Ik moet de helikopter verdedigen, vriend. Dat is wel zwak dat ze mensen die naar de outpost lopen kapot schieten.
best wel zwak. Ik vind het erg zwak als mensen het doen. Erg zwak. Oké, ik heb healing. Oké. Komt de chopper aan. Ja, die man loopt nog altijd buiten hoor. Ja? Ja, ik zie hem. Nou, we proberen beschieten. Ja. Er komt nog een hele aan, oh, dat ben jij. Ja. Ja, laat maar gewoon hier naartoe. Ja, doe ik. Laat maar gewoon hier. Dat was fuck. We zijn ook nog scheef. Waar zitten ze dan? Daar op de bar. Kant. Ja. Met op hoor. Ja, ze kunnen hier niet looten. Godverdomme. Mijn body ligt nog wel buiten. Ligt je body buiten? Niet... Dus kunnen je toch nog neerschieten hier? Wat de speed. Ja, ik moet hier ergens buiten hebben. Dumbass, tuurlijk. Ja, ik heb mijn body hier. Ik heb mijn bag gevonden. Maar ik kan hem niet looten. Oh shit. Shit. Kan je die, kan je kijken of je mijn mijn gun kan pakken? Long range. Ik heb geen long range. Ah nee, laat me zitten. 23, dus 23, 30 kan ik hem ophalen. Ik kan hem headshot gegeven. Wat een zwakkeling zeg. Zit je een beetje van een afstandje op gasten in de outpost te schieten? Ah, ik wist niet dat ik hem... Ik wist... Sander, laat op mijn coupon in zee. Neem ze, vlieg gewoon rustig met components weg. Ik heb Thompson. Een Thompson? Ja, van mijn oude, van mijn werk. Oké. Sander, waar is die hier? Wacht. Speed die body aan het looten of? Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Mijn body is niet te looten volgens mij. Nee? Of wel. Ga ik hier kijken. Ga ik hier snel kijken. San. Ja, zag je dat wou dan? Dat is niet normaal. Ik had hem wel een dikke headshot gegeven, maar ik dacht dat ik gewoon buiten range was, dat ze niet mij zouden schieten. Ja. Dat dacht ik dus. Ik heb hier plaats meer. Piet, pak je Piet. Piet, pak de rest. Kan je mij een body looten? Ja. Oh, we hebben ze guns. Ik weet niet. Heb jij de guns? Heb jij de guns? Oh shit, we zijn weer bezig.
was walking, so... Peter, pay the guns? No. Okay, the rest of it. Okay, Sander, have you always recycled? Right. Door, gonna have a bar then recycle. Kijken wie er woont. Ja. Ja, oké. Nou ja, het is een beetje jammer dat het... Maar ik dacht dat je mijn body daar niet kon looten als ik doodgeschoten werd. Als je doodgeschoten werd. Volgens mij kan dat niet. Maar blijkbaar dus wel. Maar we gaan even als je dicht genoeg bent, maar dat was een beetje te ver. We weten waar ze wonen nu. Dus we gaan even kijken. Zorg jullie dat jullie die zooi maar thuis brengen. Sander, heb je de wapens van Maximus ook? Wapens, de wapens. Sander. Eentje sowieso, die andere kan op de grond geflikkerd zijn. Heel wapens. Ja, misschien fietsen wel, maar we hebben toch zat wapens, maak je niet druk. Sweet. Het is maar gear, hè? Oh, Piet heeft ze. Ja, nog bedankt voor de gear. Sander zei hou maar. Jongens, Sander, zo werkt dat niet, hè? Wacht, mogen nu die guns... Wacht, nee, hoor. Jongen, laat hem houden, laat hem houden. Ik zei niks, hoor, Sander. Nee, we hebben toch zat... Ik heb toch zat bolters gemaakt en zo. Mogen die guns nu hier naar Piet, of...? Laat Piet ze houden, maar breng die kleding maar terug. En dan breng ik, het belangrijkste is dat je de rest terugbrengt, wat we hebben. Vlieg jij, Sander? Oh jongens, weet je zeker, Sander? Ga ik wel vliegen. Oké, Sander vliegt. Zet er nog genoeg fuel in? Oh. Jongens, kijk nou uit. Sander, mag ik? Of ja? Hij moet wel leren, maar ja, je hebt er heel veel bij om te leren. Ja, Sander is wel hoor. Heb jij nog fuel, Piet? Heb jij nog fuel? Kan iedereen zomaar je deur openmaken? Hoeveel heb je nodig? Hier. Ik heb er wel eigen stoel. Ik heb er wel eigen stoel. Ja, er zit wat in. Jongens, sluit die deur nou. Yo. Sluit die deur nou. Hey man. Sluit die deur nou. Ik ben hem een beetje op weg aan het helpen. Is goed jongens, sluit die deur nou. Ja. Er zit nog niks in hoor. Ja, ik had er kunnen schieten. Ik had ze alle twee kunnen hebben, maar dat gaan we dan niet doen. Dat vind ik dan weer te zielig. Dat is een beetje... Niet naar mij toe komen, wegwezen. Dit is een suicide mission, jongens. Breng die zooi maar weg. Ik moet ook mijn PvP skills oefenen, dus ik ga gewoon eventjes met een hazzy en een... Een shit weapon, ga ik er even heen en even kijken, misschien heb ik hem niet. Waar is die?
Ik ga eventjes naar die beest kijken daar bij de outpost. Let me? Nee, ik ga eens even kijken. Eerst even kijken wat het is, wie we in huis hebben. En door wie gekild wordt. Ik wil eens weten wie zo laf is. Heeft Sander geen naam? Ik denk dat Sander de naam heeft. Sleef heet hij? Sleef. Dat zegt maar niks. Ben je al thuis, Sander? Land anders af, ja. Moet ik op dak? Ik kan altijd op dak. Ik kan altijd op het... Ai. Weet je, als je, dat heb ik ook geleerd, hè. Weet je, als je controle inhoudt, dat je gewoon over de grond kan rijden met dat ding? Nee. En vind ik van Is die dood, man? Sander, weet je nog waarmee je dood bent geschoten? Ben je met een bolt die doodgeschoten? Of met een Ella? Een AK, oké. Gaat goed, jongens? Ja, we hebben geen helikopters hoor. Dan zal het weer land crashen. Heb je je body, Sander? Onze vliegkunsten. Nou, we hebben nog maar 1000 low grade. Ja, dat is op zich genoeg. Ik zeg maar tegen Sander, moet rockets maken. Ik heb nog een uur en als je nog iets wil doen, dan hoop ik, misschien kunnen we ze offline in de gasten. Je hebt ze vorige wipe geresearched, hè, Sander. Dat is niet handig, Sander. Oké, ik heb zijn base. Het enige wat ik kan doen, is het besluipen. Oké, het zijn PvP'ers, zie ik nu al. Dan ga je niet zo'n houten wal er neerzetten. Wat die gear van Maximus? Leg maar even in de kist, joh. Maak een nieuwe, joh. Yes, thanks. Ik heb al die gear in de kistje rechtsboven gezet. Okay. Even stil, jongens. Het is echt zo'n moment dat je denkt van...
Dat je echt denkt van, waar is hij nou? Enemy spotted. Godzame. Waar is hij nou? Het is erg dat je gewoon een button zoekt en dat je hem gewoon niet kan vinden. Sander, kom je? Maar even heli zoeken. Komt hij aan, hij gaat pushen. Heb je Hezzy aan? Ja. Wacht, we komen. Pak Hezzy Sander. Sander, Sander. Bro. Sander. Ja. Yeah. Achter hier is zoom. Hij is de AK, dus ik leg het gewoon af met deze. Hij zit binnen te wachten nu. Oké. Wat is er? Nee, niks. Hij heeft een hard... Headshot. Kom maar vriend, bitch. Beetje laf gelopen toen, kan ik je doorcampen, jongen. Kom je eraan? Ja, we hebben nog geen heli. Zijn jullie dat? Nee. Oh, ik schrik me dood, jongens. Omega, oké, gelukkig. Heartbeat sensor in mijn ass, jongen. Now how does it feel to be camped, man? Like you do with people in the outpost, man. I ain't camping people, we just raided. You were camping people, man.
You just had to shut a mate of mine. You're just camping people, shooting down in the outpost. That's quite weak, man. It's a weak... It's quite weak. It's quite weak what you're doing, man. Come on, I learned to shoot. Ik weet niet wat die heartbeat sensor op zijn deur is. Ik weet niet wat dat is, wat dat betekent. Klap, okay, volgens mij... We'll make a deal. I will go to my base if you let us out. No. Just come out. Just aim my base. What are you doing here then, man? You're just here to fuck up with people. No, I raided it, man. So, I saw one guy walking to the outpost and I was thinking, I can shoot him. He shot more. He shot two guys of me. Sorry. Shit. Ik weet niet of het... Nee, je hoeft niet te komen. Dit is gewoon eventjes 1-op-1, joh. Als je komt moet je gewoon explosieven meenemen. Die kan je niet maken nu. Ik kan die C4 maken. Ik heb C4. Nee, timed explosive charge. Doorzoeken. Ik ga hier redelijk ver. Wacht, door kan je hier een keer snel kijken. Ik heb ze, jongens. Ik heb ze. Complete gear set van ze. Nice. Ik heb ze hard gepakt, jongen. Je kan me opkomen pikken met een hele film. Als we heli vinden. Zou moeten kijken voor die scrap, maybe. Bro. Er staan hier ook nergens barren of zo. Ik had ook naar binnen toe kunnen rennen en had ik ze kunnen grieven, maar ja, op een of andere manier. Ik had niet zat zo bij. Maar hey, goeie winst. Goeie winst, jongens. Ja,
I'm a mini. Ik zeg goede content, jongens. Dat was lekker. Er staat nog een minicopter verder, Sander. Ik weet niet of dat je low grade hebt. Ik moet die bossen hierin, jongens. Ik moet die bossen hierin. Pak health, pak health. En toch vind ik, jongen, ik vind die semi-automatic is toch wel een van de betere wapens, jongens. Vlieg naar base, Sander. Base. Ja. Oh jongen, dat was eventjes, mijn hart was aan de pompen jongens, mijn hart was aan de pompen. Wil je ze rijden? Nee. Nee? Nee. Hij is aan het zoeken. Sander land hem hier binnen. Buiten. We hebben wel vier van die satchels. Oh, ik heb gewoon low grade, jongens. Kom je niet ver mee zeker? Die vet had gewoon low-grade. Nee, daar hebben we niet genoeg aan. Ik had gewoon hun chopper kunnen pakken. Stom hè. Sander land buiten, land buiten, buiten. Staat hij op dak? Moet u komen ophangen, Maxi? Nee, ik vlieg al, ik vlieg al. Ik had... Oké, nog een beetje daar, oh, wat leuk. Had ze nog iets in de chat gezegd? Die gasten. Oké, mooi. Dat is mooi, met dat roofcap hebben ze niks verdiend. Ze hebben alles verloren. Heel goed jongen Sander, heel goed. Ik ben trots op je. Ik heb in ieder geval een L96. Zie je dat, Sander?